Welkom iedereen bij weer een nieuwe video van mijn kanaal. Ik ben hier vandaag samen met Wannes hier. En we gaan vandaag een verlaten, afgebrand gebouw binnengaan. Veel plezier. Het is hier een beetje verder. We zitten nu achter Wannes zijn huis. Als iemand Wannes weet wonen, zoek hem niet op. Dat wil hij niet. We zijn in dat privéleven. We zijn er nu bijna. Dat daar, dat is de poort. Een beetje gevaarlijk. Zijn we aan het kijken? Wat een mes aan het zien. Ja, fuck dat man. Kunnen we toch niet open doen? Ze hebben onze vinger aan het drukken. Dus we zijn hier bij het eerste gebouw. Het is een schuurtje. We zullen zien wat er binnen is. Oh. Oude matras, stoeldozen en is helemaal volgestapeld. Moet je nog een stofzuiger hebben? Nou, super toevallig wel, ja. Jawel. Nee. Jawel. Nu is hier lekker dicht gegroeid op. Stop me op mijn enkel te trappen. Sorry, als ik niet bedoeling. Ah, voor die dogen. Lekker. Ik heb toch gezegd. Ik heb echt ook een eigen boek aan moeten. Hier is een skere boomhut. Oh, en die boomhut. Doe maar. Hé joh. Fuck. Ik heb het zo negen zijn. Ah. Ja, dat heb ik toch al gezegd. En daar is het huis. Kijk, een stap. Sport. Hoe heb ik ooit naar boven geraakt? Want... niet. Dat stinkt niet fucking hard. Kom, we gaan gewoon verder. Dat is een beetje te veel. Gebroken. Ja. Hier is wat. Wacht, ik heb het. Oh nee, dat is gewoon water. Veel, waarom stinkt het hier ineens drie keer zo hard als vorige keer? Ja, we zijn hier alles geweest. Ja. Pak nog wat dutten. Ja, dit is een opslagstuur. Heel veel spullen liggen hier nog. Visnet en visengels. Oude kleren. Ja, hier te doen. What the fuck? Wat? Hoe is dit ooit blijven staan? Ja, heel veel spullen. Ik weet niet of dat de eigenaar die nog gebruikt, maar het huis is afgebrand. Dus ik zou zeggen van niet. Het is hier allemaal eens achtergelaten. Moet je water passen? Heel veel. Ja. Heel vet. Zit iemand binnen volgens mij? Zijn deur gaat doen. Heel veel vijsjes en spijkers. Right. Let's go. Ik weet niet hoor. Ik ben eens gaan checken. Het is een opslag hier. En dit is het ook. Volledig afgebrand, zeker van binnen als we daar gaan checken. Heel erg, heel erg ziek eigenlijk. Ik heb wat over alles naar achteren. Nu zijn
geruchten dat de man zijn huis had afgebrand, zodat hij verzekeringsgeld kon krijgen. Wat mogelijk is. Maria beeld van meter, anderhalve meter lang. En het ruikt hier ook erg fris. Dit was de keuken. One again. Ja, keuken. Dit zal de bureau, daar was een bureau. En zo'n, oh fuck ik weer, zo'n woonkamer was hij ook. En dit vind ik, wat was het? Dit was waarschijnlijk zo'n bar. Een bar. Toch? Wie weet, weer al een kruis. Dat was een veel grote open haar. Dit was ja, de waskamer. Een heel afgebrande strijkplank, voor dat komen. Wasmachine waarschijnlijk en zo. En ja. Oef. Dit was de badkamer. Zag er leuk uit. Is dat nu weer een kruis? Nee. Ja, en als laatste is een slaapkamer. Wat er heel prettig uitzag. Kijk, wat is dat groot stuk steen dat erop ligt? Bah. Ah, oh, die stoel. Is wel fucking allemaal gaas. Mag je ook omdat dat is afgefikt, hè, man? Nee, man. Dat is dat als het allemaal staat in de slaapkamer. Dat is ook waar, ja. Right. Voor onze vorige video, dan zei ik dat er nog een deel 2 ging komen, omdat we maar de helft hebben gedaan. Maar het huis en de winkel zelf worden nu jammer genoeg afgebroken. We kunnen er misschien nog binnen, omdat er een deel nog recht staat, maar we zullen wel zien wat we daarvan maken. Wat we ook hebben gemerkt, achter mij daar is nog een heel klein bijstaand huisje. Maar het is veel te dicht begroeid om naar bij te raken. We gaan misschien nog doen, daar kunnen we een deel 2 van maken. Maar ja. Bedankt voor het kijken iedereen en tot de volgende keer. Ja.